Dat weet ik niet goed. Ja, we kennen elkaar sowieso al 14 jaar, 15 jaar, dus we kennen elkaar door en door. En daar is die chemie al, denk ik, begonnen. Ja, elkaar even aankijken, naar de crowd kijken, aankijken en dan weten we eigenlijk al genoeg. 2 maart is energy. Toch weer een uitdaging voor ons. Ik bedoel, we zijn veel uit Nederland weg geweest, we hebben veel in het buitenland gedraaid, heel veel verschillende inspiraties gehad van verschillende landen. En dan kom je op zo'n groot event terug in eigen land. En dan sta je met allemaal internationale boys. Ze weten toch laten zien van, hey, we zijn in Nederland en wij zijn hier de baas en niet jullie. Ik hoorde al die verhalen over de Ziggo Dome, maar het is wel echt vet. Het is ook gewoon dat je zoveel mensen kan blij maken met wat je doet. Dat je zoveel mensen zo'n goed gevoel kan geven. Dat is denk ik bij mij echt nummer 1. We hadden nooit durven dromen dat het zulke vormen zou aannemen. Land in Birmingham. Vanavond gaan we los. Als je het geboekt door de grote organisaties onder ID&T, Sensation, Energy, dan krijg je wel waardering en dan denk, voel je wel dat mensen achter je staan wat je doet. Ze hebben wel een beetje stress in de clubs. Als je ziet ze bellen af, waar zijn ze, waar blijven ze? Sunnery en Ryan zijn de waarheid en het zijn een van de weinige echte DJ's die nog over zijn. We hebben zo'n eigen geluid, een eigen sound, een eigen vibe, een eigen sfeer. Maar Ziggo Dome, Amsterdam, Energy, zorg je erbij bent.